Ik ben bezig me voor te bereiden op een stuk die ik ga maken in samenwerking met het IACB. Met mensen met wie ik samen heb gewerkt aan de andere educatieve strips, De Ontdekking en de Zoektocht. Deze keer gaat het over alles wat er gebeurde in Nederlands-Indië, zo'n beetje tussen 1930 en 1950. En een van de belangrijke dingen die je doet als voorbereiding voor zo'n strip is het ontwerpen van characters. Dus er komen Indonesische characters voor, blanke characters, Japanners, mm-hmm, enzovoort. En de kenmerken van die mensen vertalen naar een stripstijl. Dat is iets wat je in de voorbereidende fase kunt doen. En het verhaal vertelt de geschiedenis van Indië zo'n beetje van 1930 tot 1950. En er komen heel veel belangrijke punten aan bod die misschien voor het onderwijs belangrijk zijn. Zoals hoe was het leven in de Indonesische koloniale samenleving. We behandelen de Japanse inval, de internering van de blanke, de Totok, bewoner van Indië. Ook heel belangrijk is het lot van de buitenkampers. De mensen die zeg maar tussen val en schip vielen, geen inlanders meer waren, maar ook niet meer bij Nederland hoorden. En door de Japanners erg onder druk werden gezet. Daarna de Bersiap-periode wordt behandeld, dus de periode van wetteloosheid. Erg belangrijk ook. De Japanners hadden gecapituleerd, maar de Nederlanders waren nog niet terug. En aan het einde de zeg maar, koloniale oorlog, de politionele acties tot en met de soevereiniteitsoverdracht. Het verhaal wordt verteld in de vorm van een stripboek, omdat er is bewezen in de afgelopen zeg maar, 7 jaar dat een enorm goede en effectieve methode is om kennis over te dragen. We leven in de tijd van beeldcultuur en onze doelgroep, en dat zijn dan voornamelijk kinderen, zeg maar tussen de 12 en de 16 jaar, die reageren goed. Dat is inmiddels bewezen met 2 boeken over de bezetting van Nederland en de Holocaust in Europa. En zo goed reageren die erop dat zelfs landen die geen uitgebreide stripcultuur kennen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, ook overwegen om dat als onderwijsmateriaal in de klas te gaan gebruiken. De personages die worden behandeld in deze derde strip over Indië en de oorlog in Azië, die werden al geïntroduceerd in het eerste deel, dat is de ontdekking. Dit gaat eigenlijk alleen maar over de oorlog en de bezetting in Nederland. Maar we vonden het, de makers, waar ik er één van ben, erg belangrijk dat er ook aandacht zou worden besteed aan de oorlog in Azië. Toen wisten we nog niet dat de derde strip er zou komen. Maar we hebben dus wel ervoor gekozen om de personages die we in dat eerste deel introduceerden aan de lezer, om die opnieuw te gebruiken. En dat is dan voornamelijk dit gezin. Hier zien we een scène die waarschijnlijk wel terug zal keren in het nieuwe, nu te maken stripverhaal. En dat gezin wordt hier door Japanners afgehaald om de internering te ondergaan. Dus we hebben te maken over een vader, een moeder en 2 zoontjes, waarvan er hier eentje in beeld is. En voor de rest is in dit album ook al behandeld wat er verder is gebeurd in Indië. Hoe mensen bijvoorbeeld de hele Japanse bezetting hebben overleefd. En dan op weg bijvoorbeeld naar de kust vanuit een interneringskamp toch nog werden overvallen. Waardoor er ook toch weer slachtoffers vielen. Dus heel sumier is het hele Indië-verhaal al aangestipt in de ontdekking. En ik denk dat de lezer zich zoiets erbij voor moet stellen wat er dan gaat gebeuren bij het derde verhaal.